Paul Lensink, je bent artistiek leider van Theater Kweekbak in Hoek van Holland. Zou jij kunnen uitleggen wat de doelstelling van de Kweekbak eigenlijk is geweest tot nu toe? Nou, die doelstelling is tot nu toe tweeledig geweest. Tenminste tweeledig. Op de eerste plaats het zijn van een culturele uitgaansmogelijkheid in dit gebied wat in cultureel opzicht dan de befaamde witte vlek is. En op de tweede plaats een podium wil dit theater zijn waar theatercreativiteit in de breedste zin van het woord wordt gestimuleerd. Waar beginnende artiesten en amateurs van tussen de schuifdeuren vandaan kunnen komen om te wennen aan het licht, te wennen aan de microfoon, te wennen aan het publiek. Kortom, hun creatief bezig zijn wat meer diepgang geven. Koekje nemen, of doe ik aan de lijn?
in beweging. Over vragen en problemen. Oh, ik weet niet wat er is. Maar ik kan geen beslissing nemen. Is het ja, dat ja, of is het nee, nee, nee. Is het goed, dat is het kwaad. Is het zus, of is het zo. Oh, het heeft me soms geen raad. Iedereen die heeft een mening. Over vragen en problemen. Oh, ik weet niet wat het is. Maar ik kan geen beslissing nemen. Maar ik kan geen beslissing nemen. Maar ik kan geen beslissing nemen. Aan de piano, Steven Kalkheim. De artiesten die in ons theater tot nu toe zijn opgetreden, komen uit heel Nederland. Van Amsterdam tot Groningen, tot Arnhem, tot Ede, tot Maastricht, zijn de artiesten tot nu toe vandaan gekomen. En hoe komen ze hier? Ik bedoel, is het zo dat ze jou opbellen? Hebben jullie andere contacten met toneelgezelschappen of amateurs die daardoor kunnen worden uitgenodigd? Hoe loopt dat? Nou, wij hebben een nogal intensieve samenwerking met Theater De Engelenbak in Amsterdam. Dat is een ander open podiumtheater in Nederland. Er zijn twee open podiumtheaters die structureel en geprogrammeerd iedere week open podium de voorstellingen geven. Met ongeveer dezelfde doelstellingen. Dat zijn Theater De Engelenbak in Amsterdam en dat zijn wij. Wij hebben dus een intensieve samenwerking. Daarnaast wordt ons theater steeds bekender. We worden steeds meer benaderd door amateurs die ons opbellen en vragen, mogen we bij jullie optreden? Dat gaat grotendeels ongeselecteerd, hoewel je natuurlijk toch probeert om te voorkomen dat mensen afgaan. Dat mensen niet helemaal tot hun recht komen, artiesten die hier willen optreden. Dus daar krijg je een beetje een zoveelste zintuig voor om dat te ontdekken. En natuurlijk slipt dat er wel eens doorheen, maar zo'n artiest laten wij daar niet los. Die houden we wel in de gaten, die bellen we daarna nog eens op van, nadat we ze adviezen hebben gegeven, hoe ze hun act, hoe ze hun nummer kunnen verbeteren. We proberen ze in contact te brengen met of namen te geven van beroepsmensen die ze althans beter kan begeleiden, adviezen kan geven. Nou, na een paar maanden bellen we ze dan meestal op en zeggen hoe staat het ermee? Ben je alweer wat vooruit gegaan? Wil je het nog eens proberen? Wil je nog eens wat anders proberen? Jan moet Riet in de tieten krijgen. Verdomme, riep zij aan. Zo vind ik er niks aan. Nou, zei hij, wat blijf je niet? En je gaat knippen. Wat voor artiesten komen hier dan? Zijn dat bijvoorbeeld alleen maar toneelmensen? Nee, op alle vlakken. Van toneel tot cabaret tot een jongen met zijn gitaar of een meisje met zijn gitaar die een liedje zingt. Of die, zoals je vanavond hebt gezien, een uitstekend nummer flamenco gitaar speelt. Toneelgroepen, we zijn aangewezen door het Zuid-Holland Centrum van Amateurtoneel om speeltoneel te zijn voor alle amateurtoneelgroepen uit dit gebied, niet alleen uit dit gebied, uit de hele provincie. Thank you.
ook begrepen dat het publiek altijd tijdens jullie voorstelling wordt ingeschakeld. Jij bent geloof ik daar iemand in die daar zich het meeste mee bemoeit. Hè? Hoe heet dat nou eigenlijk? Nou, het hele publieksproject en de doelstelling van dat publieksproject, en dat is eigenlijk de derde doelstelling van Theater de Kweekbak, is het afbouwen van de grens die er bestaat tussen artiest en publiek. Wij willen duidelijk maken dat het een open podiumtheater is in de meest oorspronkelijke zin van het woord. En dat die invulling van die term open podium ook per avond kan plaatsvinden. Dat wil zeggen mensen die hier op de tribune zitten en die op een of ander thema wat wij dan centraal stellen op een avond willen reageren. Die hebben de mogelijkheid om te reageren. Die kunnen naar voren komen en die kunnen in welke vorm dan ook reageren op dat thema. Wat zijn bijvoorbeeld thema's geweest gedurende jullie bestaan? Nou, die thema's lopen uiteen van puur politieke thema's tot tamelijk artistieke thema's. We hebben vanavond het thema einde gehad, uiteraard, einde van Theater de Kweekbank. Maar we hebben hier ook thema's gehad als... Staking? De staking, ja, dat is een tamelijk bekende, dacht ik, daar was je zelf bij. Maar we hebben hier ook hele andere thema's gehad als... De dictatuur van de ballpoint... emancipatie, werkgelegenheid, nou alles wat maar even in aanmerking komt voor het publiek als aangever te fungeren, daar reageert, dat hebben we gebruikt. En het aardige is dan ook dat je de meest uiteenlopende reacties krijgt van het publiek. Dat varieert. Hoe zit het met het drempelvlees van het publiek? Nou, afhankelijk was dat publieksproject niet zo'n succes als bijvoorbeeld vanavond. Want mensen komen dan spontaan naar voren en komen dingen doen. Een gedichtje, een limerick, een sketch. Zomaar een spits geformuleerde gedachte. Er gebeurt van alles in het kader van het project. Nou, ik denk ook dat het misschien een van de aardige dingen in jullie theater is. Dat jullie ook het publiek op hetzelfde niveau kunnen plaatsen of durven plaatsen als de mensen die hier optreden. Ik geloof dat dat inderdaad hier iedere avond weer gebeurt of gebeurd is. En ik denk dat we daar ook best trots op mogen zijn, want dat is toch een beetje de invulling, de hele concrete invulling per avond van onze tamelijk abstract geformuleerde doelstelling. Dames en heren, de mensen spelen graag. Ja, kinderen spelen graag. Clowns spelen graag. Mensen spelen met elkaar. Maar ze verspelen elkaar ook. Voor je. Ik heb iets gehoord over disco. Ik heb iets gehoord over kweekbak. En daar heb je het gelazerd. Ja. Balletjes. Speel je mee. Je wordt groter. Je wordt ouder. Je bent het kwijt. En je hebt het balletje niet meer nodig. Het onmogelijke, de bas en de drum at the same time. Op dezelfde tijd. Knoflookboter. Ja. Dit moment
pauze, maar ik kondig die pauze niet aan voordat ik heel uitdrukkelijk gezegd heb dat we na de pauze een publieksproject hebben. En hoe kan het anders? Jack Kelling heeft de aanzet mooier gegeven dan wie dat ooit had kunnen doen. Het publieksproject staat vanavond in het kader van einde. Einde met een vraagteken, einde met een uitroepteken. De interpretatie laat ik graag nu over. Op dit moment is het pauze met ons huisorkest Tito. Dankjewel alle artiesten
die in 83 kweekbakken hier zijn opgetreden. Ik heb het een beetje opgeteld. Dat zijn, we hebben hier in die 2,5 seizoen zo'n 500 artiesten op deze plek gezeten. Waarvan 41 toneelgroepen, 17 cabaretgroepen, 159 gitaar- en gitaarspelers en liedjeszangers. Is wel wat, waar haar creativiteit hier op stand is gekomen. Dankjewel artiesten die opgetreden zijn, die misschien nu ook onder het publiek zitten en die hier ooit gezeten hebben. Dankjewel. Op de televisie wordt men over het algemeen, overvoerd met uiterst professionele types. Hè. Is men in Nederland nog niet zo bedorven dat amateurs niet aan de bak kunnen komen? Nee hoor, de ervaringen in de 2,5 à 3 seizoen die we nu gehad hebben, is gebleken dat het publiek wat na een open podium voorstelling komt, dat een vrij avontuurlijk publiek is, dat zich realiseert. Er kan veel fout gaan op zo'n avond en die accepteren dat ook. Maar het is een zeer gemotiveerd publiek, een dergelijk publiek. Waar gaat het publiek nou naartoe, het bos in? Nee hoor, naar een nieuw theater. Maar we weten alleen nog niet waar. Maar dat zal toch binnen niet al te lange tijd wel bekend worden gemaakt? Natuurlijk, Theater De Kweekbak blijft bestaan. We weten alleen nog niet waar. We zijn nu in onderhandeling met een aantal gegadigden. We weten alleen nog niet of we bij elkaar komen. Maar Theater De Kweekbak blijft bestaan. Want ik blijf even zeggen, dat wil ik heel concreet formuleren. Wij hebben een succesvol theaterconcept. We hebben de bemanning, we hebben de know-how, we hebben de artiestenadministratie. We hebben de apparatuur, we hebben een compleet theater in ons zak. Het zou te gek zijn als we daar niet wat mee konden gaan doen. Laat u het niet afnemen. Ben gek.